Mensen willen niet van de hoofddoek af of verplichten dit of... Nee, mensen willen vrijheid. Mm-hmm. Ze willen dat de overheid weggaat. We kunnen hem wel gaan romantiseren en een feminismebeweging van maken. Dat is niet de waarheid. Ik denk dat het deugen bij veel mensen toch wel speelt. Hè. Je bent heel voorzichtig. Wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen? En ik denk dat bij veel feministen de vrees bestaat dat als ze tegen de hoofddoek zich uitspreken, dat dat betekent dat ze ook tegen moslims zijn en dat ze gelijk geschaard worden met bijvoorbeeld een PVV. Ja, ik vind een hoofddoek symbool voor onderdrukking. Wat we nu zien is een boosheid, wanhoop, een woede van een bevolking die 44 jaar lang is klein gehouden, is vernederd in de hele wereld, is kapot gemaakt. Wat wij nu zien is een traan die 40 jaar oud is en die heeft nu kracht van een tsunami bereikt. De realiteit benoemen lijkt wel taboe geworden te zijn. Dat is natuurlijk een heel zorgelijke ontwikkeling. Ja. En als je gaat kijken naar de ontwikkeling in de rechtspraak de afgelopen jaren, de Urgenda-zaak, maar ook bijvoorbeeld de corona-uitspraken, dan zie je dat de rechter die gezondheid eigenlijk heel snel aangrijpt als een legitiem doel om grondrechten maar in te perken. Je mag echte vlees niet reclame ervoor maken, maar fake vlees mag het wel. Terwijl, nou, ze zeggen echte vlees is schadelijk voor het milieu, maar als je kijkt hoe fake vlees gemaakt wordt, hoeveel chemicaliën erin zitten. Er zitten dus in Nederland met mensen die niet hun energierekening kunnen betalen, zitten in de kou, kunnen hun eten niet meer betalen. Kinderen gaan met honger naar school en vallen flauw. En tegelijkertijd kunnen we dit wel financieren. Ja, dat is ook wat Nederlanders zichzelf afvragen. Ze zijn niet afgunstig. Ze zeggen niet dat wij niemand moeten helpen. Maar wat we nu vragen is gewoon, hey, overheid, wanneer worden wij ook als een fatsoenlijke burger behandeld? Ja. Wanneer krijgen wij ons recht? Iedereen heeft het recht om op zoek te gaan naar een betere leven. Maar het moet nooit ten koste zijn van. Want dan krijg je oorlog, dan krijg je wrijving en dan krijg je onvrede. En dan, dat is alles behalve veiligheid.